Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag weer de serie The Sims. Jullie hebben de vorige keer mijn huis gezien. Deze. Pauline wil graag kletsen. Heeft Morgana Wolf zin om te praten? Natuurlijk. Sorry hoor. Jullie hebben dit huis van mij gezien. Maar ja, ik vond het niet leuk om zo te beginnen met de serie. Dus ja, ik ga een nieuw account maken. Hoofdmenu opslaan. Dus dit wordt niet de serie, het huis. Maar we gaan compleet opnieuw beginnen. En ja, we gaan gewoon opnieuw beginnen. Net zoals deze serie. Nieuw. Gewoon helemaal een nieuwe start. Gewoon beginnen. Duurt alleen even voordat ik klaar is met laden. Ik ben zo terug. En daar zijn we dan. Nou kijk, we gaan hier de stad kiezen. Zullen we deze stad of deze stad doen? Dit is de stad die hoe die eruit ziet. En dit is die andere stad. Laten we deze stad doen. Nou, dan gaan we nu een nieuw spel maken. En dan zijn we zo terug als die klaar is met laden. En daar zijn we dan. Ik ga even doorspoelen en het beeld beter maken. Nu staat hij steviger. We gaan gewoon een nieuwe huishouder creëren. Oh, en ik heb een uitbreiding gekocht, waardoor ik nu dieren kan. En nog een uitbreiding waardoor ik nieuwere spullen heb. Laten we het poppetje groen maken. Nee, geintje. De normale huidskleur natuurlijk. Dat zijn deze huidskleuren. Nou, ik heb een beetje deze. De voornaam is natuurlijk Rick. De achternaam is natuurlijk Schox. Het is een man. Laten we er een tiener van maken. Lijkt me wel leuk. Een beetje wat dikker natuurlijk. Bredere heupen of schouders. En spierballen een beetje hier in het midden. Dan gaan we nu naar het kapsel. Blond natuurlijk. Deze vind ik wel goed. De wenkbrauwen ook blond. Deze. Willen we deze wenkbrauwen? Hebben we nog een baardje? Nee. Dan gaan we naar het uiterlijk. Welk gezicht heb ik? Ik heb een beetje deze, denk ik. De kleur ogen. Ja, sorry hoor. Ik doe even. Ik ga even overslaan. De bril gewoon weg. Dan gaan we weer terug naar het uiterlijk. De kleur ogen is natuurlijk blauw. Een beetje deze ogen. Dan gaan we naar de neus. Ik vind deze wel. Ik vind de eerste wel mooi. De lippen. Deze. Heb ik sproeten? Een beetje. Deze functie werkt niet eens. Ik heb geen make-up. En dan gaan we nu de kleding bepalen. Alledaagse kleding. Nee, dit is ook een uitbreiding. Ik heb ineens hele andere kleren. Eigenlijk best wel vervelend is, want ik wil dat oude shirt. Deze vind ik wel cool.
Dan een broek. Schoenen. Sieraden. Ik vind die horloge wel cool, zwart. Nee. Dan gaan we nu naar de chique avond, avondkleding. Dan ga ik natuurlijk een pak voor kiezen. Deze. Ja. Gaan we nu naar slaapkleding. Daarvoor doe ik gewoon geen hemdje. En ik doe deze, denk. Dit is dan zeg maar mijn slaapkleding. Sloffen. Nee. En dan gaan we naar sportieve kleding. Deze. En dan die broek vind ik wel oké. Schoenen. Echte sportschoenen. Deze. Ja. En dan doen we een stoere zonnebril. Ja. En badkleding. Een stoere onderzwembroek. Ja. Oké, dan sieraden doe ik ook weer die stoere zonnebril. Oké, ik kan die zonnebril niet gebruiken. Oh jawel. Ik kom hier dan ook. Ja. Oké, dan gaan we nu naar karakter. Eigenschappen. Artistiek ben ik wel een beetje. Atletiek en niet. Bang voor water ben ik ook niet. Bankhanger. Beatser ook niet. Althans, dat weet ik niet. Boekenworm. Computernerd. Een beetje. Genie. Gestoord. Nee. Atletiek, bang voor water, bankhanger, dapper. Geluksvogel ben ik soms ook wel heel erg. Klunzig, lafaard, ben ik ook niet. Bietser, bindingsprobleem. Sarmaties. Feestgebeest, dat ben ik ook wel. Nou, dat was het. Oké. Nou, dan ben ik klaar. Zullen we er nog een dier bij doen? Laten we een kat doen. Ik hou wel van katten. Een basis, een jongenskat. Mijn eigen kat natuurlijk, tijger. Schoks, helemaal goed. Leeftijd. Tijger is wel wat ouder, denk ik. Oké. Ras. Kijk hoor. Tijger is wel een beetje dit. Hij heeft alleen 3 poten. Ik denk niet dat ik dat hier kan maken. Beetje grijsachtig zo. Ja. Nee, iets lichter. Zo. Oké. Tijger is wel een beetje wat dikker. Althans, aan de bolle kant, laten we het zo zeggen. De ogen. Met een beetje deze ogen. Oké, de neus. Een heel licht snoetje hoor.
Oren. Ja. Oké, de halsband. Tijger heeft in het echt geen halsband. Dus dan neem ik deze. Oké, eigenschappen. Agressief, nee. Angstig, nee. Avontuurlijk, ja. Een genie, nee. Hyper, nee. Jager, nee. Lui, een beetje, ja. Doen dat maar. Luidruchtig, nee. Radeloos, nee. Ja, trots. Nee, hij is niet trots op zichzelf, dan denk ik niet zo van ik ben beter dan de rest. Netjes, dat vind ik wel leuk. Nou, helemaal goed. Nou, stem. Ja. Oké, dan gaan we terug naar het vacht. Nee. Wat is er nou gebeurd? Nou, ineens een ander ras of zo. Perfect, niks meer aan doen. Moeten we weer terug naar mijn basis. Nou, dan is die wel een jonge volwassen hoor. Dan moet ik ook weer alle kleuren veranderen van het kleding. Oh yes! Ik heb deze weer. Ja! Deze broek. Schoenen zijn wel oké. Oké, dan gaan we naar avond. Wat heeft hij bij avondkleding? Doe maar weer wat chics. Deze vind ik wel heel erg cool. Slaapkleding. Shirt. Geen. Onderbroek die. Oké. Sportief. Deze. Moet dan kleur veranderen. Ja. Ja. Helemaal perfect. Oké, dan gaan we weer naar zwemkleding. Een gewone zwembroek. Deze vond ik cool. Sieraden. Coole bril. Ja. En dan gaan we de familie voltooien. Personeel schrijven. Staat. Situatie, meester in kunsten, rockster, schaakkunde, een sleutelaar. Ik hou wel van klussen. Nou, hier is de familie Schoks.
Dan gaan we nu een huis kiezen. Even bekijken. Hij heeft maar één verdieping. Dan gaan we nog naar andere huizen kijken. Nee. Nee. Gaan we dit huis bekijken. Dat is dezelfde. Hoe kun je, Rick? Kijken we deze even. Oké, hier een keuken. Woonkamer, kun je hier zelfs nog een ding bouwen. Hondenhok, niet echt handig. Een badkamer en slaapkamer. Even annuleren. Ik denk dat ik hem wel koop. Ik denk wel dat hij oké is. Gemeubileerd. Dus dan hebben we al meubels. En dan houden we niet veel geld over. Of zullen we zelf meubels kopen? Nee, want dan ga ik geheidspullen niet kunnen kopen. Nou, gemeubileerd. We hebben een huis. Dan gaan we er nu naartoe. Als allereerst, wat niet zo handig is, is A, we hebben geen spullen voor de kat. B, we hebben wel een hele grote woonkamer. We hebben een hondenhok. Dus dan gaan we even naar meubels. Gaan we dat hondenhok verkopen voor €150. Bosjes, nee, die laten we wel. Wat kunnen we nog meer verkopen? Nou, dat was het wel zo'n beetje, denk ik. Oké, dan gaan we nu naar favorieten. Dan gaan we naar honden- en kattenspeeltjes. Die, dan kan mijn kat lekker krabben. Een voerbak. Blauw. Die doen we hier. Wat is dit? Kattenbak. Die doen we wel hier. Dan verplaatsen we die hier naartoe. En die ook. Nou, dan hebben we het. Nou, dan gaan we gelijk even kijken of de krant er al is. Nee. Dan gaan we naar de stad. En dan gaan we kijken voor werk. Ah, hier. Ziekenhuis, wetenschapslab. Aan een wetenschappelijke carrière beginnen. Even doorspoelen. Van, je moet dan maandag tot en met vrijdag om 9 uur naar je werk. Krijgt €44 per uur en je bent klaar om 14:30, dan maak je ongeveer een winst van €200. Ongeveer. Ja, carrière accepteren. Het is eigenlijk best wel gemeen, want ik weet dat dit het werk het meeste geld oplevert. Gaan we nu naar huis.
En dan was dit de video. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker even op mijn kanaal. Ja, en dan komt vandaag toevallig gelijkertijd ook een andere deel 3 online. Dus ja, hopelijk hebben jullie genoten.